Laura van Leeuwen, de Amerikaanse investeerders haken wellicht af. Veel onzekerheid. Wat is er aan de hand bij NVV op dit moment? Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben, nou ja, vooral, ik wil graag eerst het grote plaatje schetsen. Dus wij organiseren eigenlijk iedere twee weken een event voor meer dan 5000 Maastrichtenaren. En ja, wat ik zo mooi vind aan MVV is dat daar alle lagen van de bevolking samenkomen. Alle lagen van Maastricht. En ik wilde graag met jullie afspreken op het Vrijthof. Omdat hier, hè, hier speelt Rieu zijn concerten ook voor grote aantallen. Maar dat zijn voornamelijk toeristen. En we hebben hier het Prevenement, Fysiek Maastricht. We hebben de gym, we hebben de TFAF. Ja, en wij hebben gewoon een heel mooi event. En daar is geld voor nodig. Over de afgelopen 4 jaar was er een positief eigen vermogen. Dat is in 4 jaar tijd teruggebracht naar een negatief eigen vermogen van 900.000 euro. En een verlies van meer dan 1 miljoen per jaar. Ja, daar schrikken we van. Hè? Maar dat is nodig om voetbal te kunnen spelen. Nou, dat geld komt niet uit Maastricht. Dat hebben we geprobeerd om internationaal op te halen. Ja, en daarvan heeft nu een van de twee investeerders heeft zich eigenlijk teruggetrokken. Ja. Dat is problematisch. Dat wordt dan gezegd vanwege privéredenen. Kun je daar iets over zeggen wat dat zijn? Of is privé-privé in dat geval? Nou, privé is privé. En het is ook nog zoiets. Het is niet dat ik dat kan toetsen. Dus ja, hè, jij kan tegen mij zeggen, dit is hoe het ervoor staat. Ja, dat heb ik dan nu aan te nemen. Kijk, wij zijn wel, we hebben een koperovereenkomst natuurlijk aangegaan met de Amerikanen. Dus we zijn natuurlijk wel aan het onderzoeken van ja, hè, in hoeverre is die bindend en wat betekent dit? Het goede nieuws is, we zijn ook nog steeds in gesprek met de Amerikanen. Omdat ook zij zitten hier al met geld in. Ook zij hebben belang bij het voortbestaan van MVV. Dus ook zij zijn op zoek naar een oplossing. Sinds wanneer weten jullie dit? Is dit echt rauw op jullie dak komen vallen? Ja, dit is ontzettend rauw op ons dak gevallen inderdaad. En vooral omdat ja, we lagen ontzettend goed op schema bij de KNVB om in april inhoudelijk behandeld te worden bij de ja, licentiecommissie eigenlijk. We moesten een paar vragen nog aanbieden eigenlijk. Die antwoorden, ja, die kreeg ik niet. Toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Ja. Hoeveel zorgen maak jij überhaupt met deze situatie? Ik heb natuurlijk eerder gezegd, kijk, we wisten al dat we een korte termijn probleem hebben, een liquiditeitsprobleem in dit seizoen. En ja, dat is ingegaan onder ja, de vanuitgaande dat die overname rond zou komen. Nou, we zagen dat natuurlijk steeds vertragen. We zijn plan B toen al langzaam gaan inzetten. Dus er is bijvoorbeeld een actie gestart nu met Veerzien MVV, de ledenraad, stichting, de Angel Site, SV 1902, sportersvereniging. Omdat we weten dat we op korte termijn een probleem hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1, maar wel doorkijkend inderdaad naar ja, en hoe nu verder. Want hoe groot acht jij de kans dat die deal met de Amerikanen er nog komt? Of moet je er echt vanuit gaan dat het gewoon niet meer gaat gebeuren? De deal zoals die in de huidige vorm is, die moet worden teruggetrokken bij de KNVB. Dus op het moment dat wij de deal zouden willen voortzetten, moeten wij een nieuwe aanvraag doen. En dat betekent ook een hele nieuwe screening, een heel nieuw traject dan, neem ik aan. Waarbij je weer maanden, misschien een half jaar verder bent. Een deel daarvan ligt er al, hè, dus het proces zou versneld kunnen worden. Maar dit betekent ook dat wij op zoek zijn naar andere opties. Minderheidsaandelen of alles wordt op dit moment uit de kast getrokken. En als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen, dan moeten die ook worden genomen. Ja, het voortbestaan van de club staat wel op het spel. Ja, dat klinkt zeer kritisch. Het begint dan denk ik met een sluitende begroting kunnen indienen. Voor wanneer moet dat gebeuren? Voor 15 juni. Dat is dikke 2 maanden. Dat betekent dat de route met de Amerikanen dan, begrijp ik, eigenlijk geen optie meer is dan voor die periode. Niet als meerderheidsaandeelhouder. Dus er zijn wel allerlei scenario's nog mogelijk waarbij de KNVB geen toestemming hoeft te geven op de meerderheid. Maar in de meerderheid gaat het niet lukken. Hoe ver zijn jullie met plan, wat jullie plan B noemen? Want dat zijn meerdere opties, begrijp ik. Hè? Meer saneren, meer inkomsten. Maar hoe ver zijn jullie daarmee? Het is natuurlijk, kijk, wat we al in gang hebben gezet is gewoon dat stuk op korte termijn dat opgelost moet worden. Dus daar ging de volledige focus naartoe. Wetende dat wat we moesten doen op het moment dat de Amerikanen onverhoopt zouden uitstopen. Nou, daar is een 10-puntenplan voor opgesteld. Dat is in gang gezet. En het mooie is, en dat wil ik ook echt benadrukken, ik krijg zoveel steun en support vanuit Maastricht. Dat is echt ongekend. Dus vanmorgen kwam er iemand een bloemetje brengen op kantoor. Er heeft zich een groep ondernemers bij mij gemeld die gewoon ook echt letterlijk met mij de kar trekt. Ja, ik vind dat wel echt, dat is ook voetbal. Dat wil ik graag benadrukken. Ja, ik kan me voorstellen, heel belangrijk. Maar het geld is natuurlijk cruciaal in deze. Hè? Kun je zeggen hoeveel jullie nodig hebben om een sluitende begroting in te kunnen gaan dienen? Hoe groot is het geld op dit moment?
voor volgend seizoen bedoel je? Voor volgend seizoen. Ja, we hebben ondertussen natuurlijk gewoon echt een schuldenlast opgebouwd. Hè? Dus we hebben ook gewoon gesprekken te voeren de komende weken met onder andere de gemeente, met onze crediteuren, met de Belastingdienst. Want op dit moment met de huidige schuldenlast kunnen wij geen sluitende begroting indienen. Maar kun je het dan noemen hoeveel MPW nodig heeft? Daar zit dan van zoveel scenario's af. Dat is niet zo relevant om dat nu te zeggen. Kun je wel zeggen hoe reëel het is dat het gaat lukken? Want lijkt me toch een behoorlijk hoofdpijndossier van directeur. Dat klopt. Dat heb je goed ingeschat. Kijk, het is ook eerder gelukt. Hè? Dus ik heb al een keer eerder gezegd, MVV is een club met 9 levens. Ook de laatste keer is het gelukt. Toen stond MVV er echt nog slechter voor. Het was ook een andere tijd. Kijk, wat voor mij belangrijk is, is eigenlijk wel gewoon een streep onder dat verleden. En zorgen echt gewoon te bouwen aan een nieuw MVV, waarin iedereen zich welkom voelt. Waar families zich weer veilig voelen in het stadion. Waar al deze krachten die er nu loskomen, samen MVV zijn. En dat is eigenlijk waar ik ondertussen ook wel naartoe wil kijken. Want dat is ook het perspectief dat wij potentiële aandeelhouders kunnen bieden. Over die aandelen, die 24 aandelen die nu bij de Amerikanen liggen, die blijven daar wel vooralsnog? Ja, die blijven daar. Twee investeerders zouden de meerderheid verder overnemen. Ja, waarvan er dus nu één van die twee wellicht afhaakt? Niet wellicht, die is afgehaakt. Okay, dus definitief gaat het niet meer gebeuren? Nee, klopt. Je zegt net, je moet gesprekken gaan voeren, natuurlijk, hè, komende weken met stakeholders, met supporters, Weerzin MVV, maar ook met de gemeente. Zijn er al gesprekken met de gemeente? Nee, uiteraard heb ik de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken. Dus dat is ook iets wat we aan het begin van het seizoen hebben afgesproken. Hou ons op de hoogte. En dat is een wederzijdse verplichting. En volgens mij hebben we dat continu goed gedaan in dit proces. En er zijn nog geen gesprekken geweest, die staan voor volgende week. Dus ook voor de gemeente kwam dit rauw op het dak. Dus we willen elkaar ook gewoon even de tijd geven om te kijken, ja, wat is er nu nodig, wat betekent dit en waar kunnen we elkaar van dienst zijn. Heel veel onzekerheid dus op dit moment. Welke zekerheid hebben jullie wel? Waar kun je wel van uitgaan op dit moment? Dat er ontzettend veel krachten loskomen in Maastricht. En liever hadden we het niet zover zien komen. En mensen vragen ook aan mij van, ja, wat kan ik doen, wat kan ik betekenen? Nou, een van de dingen is gewoon heel simpel. Koop een kaartje voor de komende 3 wedstrijden. En dan het liefst ben ik, kom dan ook. Maar als je zegt van, joh, ik koop hem wel, maar ik kom niet. Nou ja, dat zou me op dit moment even, dat is mijn minste zorg. We zoeken gewoon, dat is wat mensen voor mij ook concreet kunnen doen. Dat is dan zeg maar extra inkomsten voor jullie. In het plan B wat jullie beschrijven staat ook wellicht nog meer aan de kostenkant snijden, nog meer saneren. Kan dat überhaupt nog? Want jullie hebben al heel veel gesaneerd natuurlijk. Ja, we hebben heel weinig vet op de botten, maar ook over de afgelopen jaren is er wel consequent meer geld uitgegeven dan dat we hebben. Dus je hebt niet veel keus. Dit kan niet, dat is wel duidelijk. Ja. Je moet met alle scenario's rekening houden. Een faillissement is natuurlijk ook een scenario. Is de kans groot dat MVV op de fles gaat, dat de club failliet gaat? Faillissement is een scenario, ja, dat klopt. En dat is ook een realistisch scenario. Ja, hoe groot de kans is, ja, percentage, dat weet ik niet. Ik weet dat er nu allerlei krachten loskomen, dat er heel veel mensen betrokken zijn. Dat Maastricht een stad is die een voetbalclub, een betaald voetbalclub, kan dragen. Daar gaan we vol voor. En de continuïteit op dit moment, seizoen afmaken en zo, is dat nog onderwerp van gesprek of is dat allemaal gegarandeerd? Dat is ook zeker onderdeel van gesprekken. Dus dat is echt wat ik bedoel met die korte termijn. Dus de echt korte termijn komt goed. Komt goed. Dit seizoen is ook is een scenario. En daar zijn we al eerder aan de gang mee gegaan. En daar zijn die acties van alle sportsverenigingen op geënt. Ja. Heb je niet, kortom, eigenlijk alle hulp nodig die je kunt krijgen op dit moment? Of dat nou gemeente, fans, sponsoren of andere partijen is? 100%.